Misschien kan er na 50 jaar weer geschaatst worden in buurtpark Het Groeske. Donderdag 22 februari is de sluis gesloten en zijn de bruggen verwijderd. Het ligt in de planning dat maandagavond de brandweer er een toplaagje op spuit. Als alles lukt, gaat vermoedelijk woensdag de ijsbaan open. Dat zou een historisch moment zijn.